Let's go. Hoi en welkom bij de review van de GoPro Hero 8. En daarvoor zijn we vandaag in het prachtige Antwerpen. Leuke sfeer door de kerstversiering en de kerstmarkt. We gaan vandaag een hele gezellige dag van maken, hè Bart? Hij heeft de GoPro Max bij zich. Die gaat hij vandaag ook testen. Die review is binnenkort te zien op ons kanaal. Dus hou ons kanaal goed in de gaten. Ik zou zeggen, let's go! Let's go! De GoPro Hero 8. Wat kunnen we van deze actioncam verwachten? Laten we eerst even kijken naar de looks. Nou, je ziet natuurlijk dat het een hele compacte camera is. Hij kan dus overal mee naartoe. Super handig, daar is hij natuurlijk ook voor gemaakt. En als we hem vergelijken met voor de kenners, de GoPro 7, dan zien we dat hij net iets dunner is. Het handige aan deze camera is dat er pootjes ingebouwd zitten. Kijk, wat kun je daar nou mee doen? Je kunt er accessoires op zetten, bijvoorbeeld een selfie stick. En waarom noem ik dat nou apart? De GoPro Hero 7 die had dat niet en dan moest je dus een case omheen bouwen. Nou, dit is dus ideaal. De GoPro Hero 8 geeft je de mogelijkheid om foto's te maken in RAW formaat, maar ook in HDR. GoPro, take a photo! En ja, hij is uitermate geschikt voor selfies door de voice control. Met deze camera kun je natuurlijk toffe foto's maken, maar waar je hem vooral voor zal gebruiken is natuurlijk filmen. Nou, en daar is deze camera dan ook een kei in stabilisatie. De vorige, de GoPro Hero 7, die had Hypersmooth, dat is dus de stabilisatie. Maar hier hebben we ook de Hypersmooth 2.0, oftewel, hij is verbeterd. Zegt die schokkerige beelden dus maar gedag. Zeker als je de Boost inschakelt. De meest optimale stabilisatie van GoPro Hero 8. Boost on! De GoPro Hero 8 heeft Time Warp 2.0. Wat houdt dat dan in? Dat is een hyperlapse, oftewel versneld beeld. Met één druk op het scherm kun je nu zelfs tijdens het filmen van snelheid veranderen. Van snel naar normale snelheid. En terug. Daar kun je dus hele leuke effecten mee creëren. Voor de echte videomakers onder ons, je kunt ook schieten in ProTune, oftewel het platte beeldprofiel van GoPro. Nou, wat kun je dan doen? Veel meer in de naambewerking met kleuren. Hé! Hey. Leuk kleurtje. GoPro heeft ingespeeld op de Instagrammers onder ons. Je kunt heel gemakkelijk filmen in de verticale stand. En voor vloggen is deze compacte camera natuurlijk helemaal top. Zeker nu de audio is verbeterd. Ik loop nu dus de kerstmarkt op. Ik ben hier nog nooit geweest rond de kerstdagen, dus ik ben heel erg benieuwd. Hoe vind jij het klinken? Van de hoogte. We hebben allebei een beetje hoogtevrees, dus dat wordt wel spannend. Hé Bart? Ja, ik vind het nu al hoog. Dat doe je me aan, willen hè? Zei je Bart? Ik vind het nu al hoog. Though today has ended, the night's still young, I'd say. Kijk eens jongens, wat een prachtig uitzicht. Oh, dit is genieten. Ik film nu een superview en ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet volgens jullie. Let it be the thing that I am. Je vindt het toch niet eng, hè Bart? Nog steeds. Into the California shore. Just to watch the ships at night on the San Francisco Bay. Oh, lover, please, please stay. En met de voeten weer aan de grond nemen we de digital lenses van de camera eens onder de loep. Je kunt verschillende field of views instellen. En dit is het effect. Wide. Superview. Linear. Narrow. Be the night that I am longing. Maar net wat past bij de situatie. Let's fly down south to Austin or to Ecuador. Ja, het is hier wel echt heel tof hoor, moet ik zeggen. Echt een sfeertje. Hey, hey. Bart, hoe gaat ie? Ja, goed met jou? Ja, gaat lekker. Best gaat lekker. Oké. Okay. Ik vond het reuzenrad net wel even heftig hoor. Ja, dat was wel een beetje spannend. Maar ik ben blij dat we het gedaan hebben. Zeker. Hey, we moeten eigenlijk nog één testje doen. En dat is de
stabiele kijker. Stabilisatie, ja. Hyper smooth. Ja. Ik moet zeggen, ik heb het idee dat ik mijn angsten vandaag echt overwonnen heb. Dus wat denk je van, als jij nou eens lekker op de schaatsen gaat en ik jou van de zijkant ga doen? Ik heb echt al 15 jaar niet meer geschaatst, dus dat wordt wat. Alleen maar leuk voor de video volgens mij. Oké, dit vind ik wel spannend, maar ik zeg alles voor de video. Gaan we het doen? Nou, gaan we het doen. Krijg jij van mij de max mee? Oh ja, die moet ik ook testen. En dan gaan we kijken wat het verschil is. Here we go. Hartstikke fijn, Willemijn, maar nu wel tijd voor een volgende test. De GoPro 7 naast de GoPro 8. Je ziet dat de beelden van de 8 wel degelijk stabieler zijn dan die van de 7. En dan nu een klein voorproefje van de Max. Daar gaat ie. Wish me luck. Oh, dat is aardig stabiel. De review van Bart over deze camera komt binnenkort online, dus houd ons kanaal goed in de gaten. Nou, we zijn klaar met de test. Ik ben heel erg benieuwd hoe het is geworden. Ja, van de schaatsen word je natuurlijk wel een beetje dorstig. Ik zie een glühweintje wel zitten. Wat jij, Bart? Heerlijk. De GoPro Hero 8 kachelt onder water en dat wel tot 10 meter diep. En dat zonder case. Zullen we doen? Niks aan de hand. Ik heb vandaag een dag mogen lopen met de GoPro Hero 8. Ik moet zeggen, een hele gebruiksvriendelijke camera. Heel erg leuk, makkelijk om mee te nemen. En ja, wat me vooral opvalt is dat het zo leuk is om er mee te filmen. Je kan heel veel verschillende dingen mee doen en ja, je creativiteit wordt alleen maar meer aangewakkerd eigenlijk. Dus dat vind ik hartstikke tof. En het leuke is ook, je hebt een speciale app. Je kan daarmee de video's achter elkaar zetten, heel makkelijk. En je kan zelfs dingen knippen, dingen versnellen, vertragen. Precies wat je wil en dan kan je het meteen op je socials delen. We hebben een ontzettend toffe dag gehad met de GoPro's. Maar ja, het is wel weer tijd om naar huis te gaan. Dus daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. En kunnen we alleen nog maar zeggen... Dames en heren, bedankt voor het kijken. Fijne dagen. En tot de volgende. Super.